Hey, maar dat is helemaal niet zo ver weg hier vandaan. Ik heb denk ik wel een ideetje. Snow Champion, ja, ik mag jou overkopen. Oh nee, ik heb het al gedaan. Ik mag jou nu meenemen. Wat? Moet ik hier echt een zweep mee pakken? Nee! Wat doe jij vervelend? Wat ben je vervelende Shetlander? 1, 2, 3. Goed zo! Wat doe je nou? Hé, hey, waarom ga je nou liggen? Oh nee! Je benen, ze zijn hartstikke stijf. Kom maar. 1, 2. Goed zo. Oh, het kost altijd zoveel werk om deze hoge hindernissen voor jou op te zetten. Je bent echt veel te groot. Hallo, dit is Kira. En Kira is een echt paardenmeisje. Of nou ja, laat ik eerder zeggen ponymeisje. Want ze vindt paarden niet altijd even leuk. Ze vindt ponies veel schattiger en ze vindt dat je daar veel meer mee kan bereiken. Terwijl dat helemaal niet waar is. Met paarden kan je ook super veel dingen bereiken. Ze is 20 jaar oud en heeft een eigen paard en een klein stalletje. Nou ja, ze heeft 2 stallen, maar van haar moeder mag ze die alleen maar gebruiken als er bijvoorbeeld een vriendin komt. Maar Kira heeft een probleempje. Ze vindt in zijn grote paarden helemaal niks. Ze vindt kleine Shetlanders bijvoorbeeld veel leuker, ook om op te rijden vindt ze. Want als je daar vandaan valt, val je niet zo hard. En dan heb je niet meteen het grootste probleem van de wereld. Bovendien zijn ze veel minder sterk. En zijn ze dus ook veel makkelijker om te trainen, vindt zij. Haar moeder zegt heel vaak dat Shetlanders even koppig kunnen zijn als grote merries. Maar ja, daar gelooft ze helemaal niks van. Nou, we gaan even uitstappen op de renbaan. Hey Warrior, ik vind je op zich wel een leuk paard, weet je maar. Ik wil gewoon een gezelschappony of zo voor jou. Waar ik ook op kan rijden. En waar ik gewoon mee kan springen. En dan hoef ik niet meteen 100 miljoen balken te pakken. En ik vind ze gewoon veel schattiger. Ik bedoel, je bent een hartstikke leuke lief paard. En ik zou je nooit weg willen hebben, maar een kleine pony lijkt me ook zo leuk. Oh, wat doe je nou? Ja, kijk, hier heb je het weer. Omdat je vries bent, heb je veel meer energie. Nou, we rennen dit rondje nog wel even. Alleen daarna moeten we echt uitstappen. Ja, klaar. Ho, ho. Goed zo. Zoals je kan zien, vindt Kira haar paard natuurlijk hartstikke leuk en lief. Ik bedoel, wie vindt zijn paard nou niet lief en leuk? Maar ze vindt gewoon kleine ponies veel leuker. Zij vindt dat je er meer mee kan doen. Je kan ook mennen, maar dat kan ook met een groot paard. Maar dat vindt ze veel te duur en te veel werk. Zo, kom. Dan gaan we even uitstappen van het... Hey, kijk uit! Ik paste bijna tegen je op. Kijk uit je doppen, man. Je zou echt niet zomaar moeten stappen op de renbaan. Ik wou er net... Oké, laat maar. Kom maar. Dan gaan we eventjes een rondje stappen over het terrein. Dan gaan we meteen door naar de stallen. Dan zadel ik je af en poets ik je even. En dan mag je lekker even uitrusten weer voor vandaag. Je hebt het goed gedaan. Kom maar. Weet je wat? Je krijgt in de stal ook nog een lekkere appel. Daar heb je vast wel zin in. Dat is echt je favoriet. Wortels vind je lekker, maar appel nog lekkerder. Oh, moet je kijken. Wat een schattige pony. Hey meisje. Oh, hallo. Ik vind je pony echt super schattig. Dankjewel. Mag ik hem misschien even aaien? Oh, tuurlijk. Oh, wat leuk. Oh, wat een schatje zeg. Hij is echt super lief. Ja, vind ik ook. Hey, denk je dat ik hem misschien een keer op zou kunnen rijden? Misschien als jij niet kan? Ik weet niet. Ik vind je eigenlijk best wel groot. Hoe oud ben je? 20. Ja, kijk, daar heb je het al. Ik ben 10. En ik pas denk ik beter op mijn paard. Ik denk dat jij veel beter op dat vries kan rijden van jou. Ik ben helemaal niet te groot. Nou, maar dat vind ik wel. En ik vind het zielig voor Brownie. Kom maar mee. Nou, oké dan. Zo groot ben ik toch niet? Ik bedoel, ik pas amper op jou. Kijk, mijn voeten komen nog maar net onder het dekje vandaan. Tjongejonge. Nou ja, zij heeft ook een groot paard, I guess. Maar jij bent wel echt heel groot. Ik bedoel... Een wat kleiner paard zou ik ook wel leuk vinden, maar het liefst natuurlijk gewoon een Shetty. Kijk eens aan, hier is je stal. Later komen de andere paarden ook nog binnen. Volgens mij zijn ze nu allemaal aan het trainen of op buitenrit.
Het is natuurlijk super lekker weer vandaag. Goed zo. Nog even borstelen. En een lekker appeltje heb je ook al verdiend. Ik ga maar weer vandoor. En ik denk dat ik nu eindelijk aan mama ga vragen of ik ook nog een chatty mag. Ik bedoel, ik heb het al heel vaak gevraagd en ik mocht meestal niet, maar het is het proberen waard. En het meest erge antwoord is een nee, dus ja, wat maakt het ook uit. En ik hou natuurlijk wel van jou, hè, Warrior, vergeet dat nooit. Ah, kijk, daar heb je mam. Hey mam. Hey lieverd, kan je niet zien dat ik even aan het praten ben? Jawel hoor, maar mam, ik had een vraagje. Oké. Je weet dat ik binnenkort jarig ben? Ja. En je weet dat ik al heel lang een Shetlanderpony wil? Lieverd, je mag echt geen Shetlanderpony. Je bent echt gewoon... Dat wil ik gewoon niet. Waarom nou niet? Je hebt al een Fries paard. Dat is duur genoeg. Plus je hebt nog een extra stal voor als je een verzorgpony neemt of zo. Of er komt een vriendin langs met een eigen paard. Laat ook maar. Het hoeft ook helemaal niet meer. Boeit me toch niks. Het gaat nooit mogen. Ik ga wel gewoon even YouTube kijken of zo. Zo. Even scrollen. Hey, Emma's paardentv. Wat is dat? Ik ga dat wel even kijken. Het gaat over paarden. Oh, it's Sammy. Mario. En Dark Angel. Ik vind jou maar raar. En jou ook, Snow Champion. Ah, Snow Champion is echt schattig. Kijk, zo'n pony zou ik wel willen. Zo'n pony zou ik echt wel willen. Even verder kijken. Waar zou dat zijn? Steve? Hey, maar dat is helemaal niet zo ver weg hier vandaan. Ik heb denk ik wel een ideetje. Ondertussen in de stal, die Kira op YouTube aan het bekijken was, begon er al een beetje drama te komen. En voor de nieuwelingen op dit kanaal, dit is de Als Paarden Konden Praten stal. Dit is eigenlijk de stal waar heel Emma's Paarden TV begon. Oh ja, en ik zal de video's echt even kijken, want ze zijn echt kapot grappig. Hé hey jongens, is jullie ook iets opgevallen? Nee. Chagrijnig. Anyways, ja, mij wel. Ik merk namelijk dat de laatste tijd er bijna geen Als Paarden Konden Praten meer over online komen. Maar de hele tijd als paardenwijsje leeft of zo. Jongens, ik heb het beste idee ooit. Als we weer in een video willen komen, moeten we gewoon zorgen dat er drama is. Iemon bro, daar heb je helemaal gelijk in. Laten we brainstormen. We kunnen een diss battle doen. Ik heb een idee wat we nog meer kunnen doen. We kunnen een grapjes battle doen. Sorry hoor, maar wie wil daar nou weer naar kijken? Hallo paarsjes. Ik ben er weer en ik heb echt super vet nieuws. Ik heb mijn oude clip weggedaan, maar daardoor zit ik nu in een nieuwe clip. En dit is het setje. Is het niet geweldig? Dit is nog niet het complete setje hoor. Er is nog een ander truitje, maar ik vind dit eigenlijk ook wel hartstikke cute. Oh, it's me! Mario! En oh, wat is die hoed, jongen? Je lijkt wel Willy Wonka van de chocoladefabriek. Nou zeg, Mario. Zo lelijk is het ook weer niet. Ik heb tenminste nieuwe setjes, jij hebt altijd hetzelfde aan. Nou, Emma, ik heb helemaal niks aan. Jawel, je hebt vacht aan. Jullie horen het. Dit is Emma en zij kan inderdaad met paarden praten. We zijn er alleen nog steeds niet achter gekomen waarom dit zo is. En we denken dat dit voor altijd een raadsel zou blijven. Mensen noemen dit ook wel een paardenfluisteraar, maar de meesten geloven haar niet. Ja, Crystal Cake. Maar, dit is echt super groot. Ah, houd je mat me aan. Ik heb dikke oorhernia weer. Shang Yang ja. Ik was nog aan het praten, Ginger. Ik vind je setje echt super grappig. Je lijkt op de vrouwelijke Sinterklaas. Hahaha, grappig. Wacht, noem je me nou oud? Nee. Nou, Emma. Oh, hey, Crazy Dancer. Ik denk dat het prachtig is. Ah, dankjewel. Eindelijk iemand die het zegt. Hé, hey, ik wil anders wel eens een ritje maken. Dan doe je hele clubsetje aan. Ik ben wel benieuwd. Dat kunnen we wel eens doen.
Maar ik moet er nu wel vandoor, jongens. En ik denk dat ik later nog even terugkom. Want ja, ik moet jullie natuurlijk nog even wat voer geven. Want ik heb gezien dat het Bix op is. Dus dan kom ik later weer terug. Doei! Mario, je bent echt een gemeene poepdrol, weet je dat? Emma heeft hartstikke veel haar best gedaan om dat setje te kopen. Helemaal niet! Emma heeft toch nog echt oneindig veel starkoes. Kijk hoeveel paarden ze heeft. Ja, maar je kan alsnog wel je best doen om een setje leuk te maken. Jongen, zegt Mario. Je zou nooit zo gemeen tegen haar moeten doen. Ze koopt wel altijd al het Bix voor ons met al die 100 miljard starcoins. Iemand, broer. Maar ik heb wel gehoord. Emma gaat geen starcoins meer kopen voordat die poppetjes beter worden. Ze vindt ze namelijk helemaal niet mooi. En ik snap het volkomen, jongen. Nee, maar serieus. Kijk even hoe ze staan. Ze hebben een bochel op hun 18e. Niet dat daar iets mis mee is. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het lijkt wel alsof ze jongens zijn of zo. Bovendien, ik vind dat je moet kiezen tussen zo'n lichaam of eerder een lichaam die een beetje meer gevormd is eigenlijk. Ik bedoel, dit ziet er echt wel heel erg uit als een jongen. En ik vind jongens natuurlijk hartstikke leuk. Maar niet alleen als er alleen maar jongens zijn op Star Stable. Kom op zeg. Oh, met wie moet ik nog de tea spillen? Nou, terug op het feit dat Mario gemeente tegen Emma. Het leek wel op Willy Wonka, maar dat hoef je niet altijd te zeggen. Oké, sorry. Hallo paardjes. Niet schrikken, ik ben Kira en ik ben een hele goede vriendin van Emma. En ik heb haar laatst gesproken en ik had een paardje van haar gekocht en ik kon die even ophalen. Een pony kopen? Emma zou nooit een paard verkopen van deze stal. Ja, behalve die ene Angel Dancer, maar dat was dan ook de enige. Een pony? Oh, ik hoop niet dat ik het ben. Ik ga Mario dan heel erg missen. Oh, Snow Champion. Ik hoop ook dat jij die bent. Je bent de enige paard die een beetje gezellig is in deze stal. Pardon? En het is... Bam, 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 bam. Snow Champion, ja, ik mag jou overkopen. Oh nee, ik heb het al gedaan. Ik mag jou nu meenemen. Wat? Ik heb al een heel setje voor ons gekocht. Kom maar mee, lieverd. Dan gaan we meteen wat door. Nee, ik wil niet. Stop, gaat mama af. Dit is de hele reden waarom ik een chatty wou. Die zijn veel makkelijker om niet vanaf te vallen. Oh. Met veel te groot voor mij. Emma rijdt ook nooit op mij. Alleen haar zusje. Stop. Hey, Snow Champion. Als je niet luistert, pak ik een zweep, hoor. Nee. Nou, hup, door. Doei, Mario. Ik kom terug. Maak je geen zorgen. Doei, Snow Champion. Hier, kom maar, Snow Champion. Dan galopperen we nu lekker naar de remmen. En kan je daar even wennen. En hopelijk ben je dan niet al te druk. Je bent echt kapot groot en zwaar. Geen haat hoor naar mensen die wat zwaarder zijn. Maar wel haat naar mensen die al zoveel te groot zijn op kleine ponies rijden. Kom, dan gaan we deze hoge hekken springen. Nee, dat wil ik niet. Snow Champion, wat is het nou? In de video's was je veel leuker en gezelliger. Auw, mijn rug. Het doet pijn. Snow Champion, kappen nou. Ik dacht dat chatlanders veel makkelijker zouden zijn dan dit. Hup, ik ga je echt slaan met de zweep. Nee! Braaf. Ik vind het ook niet leuk dat ik je op deze manier moet forceren. Maar als je niet luistert, dan moet het maar zo. Snow Champion is een van de hoofdrolspelers. Nee, dat zijn wij allemaal. Kijk, meestal doet ze ons wel in de wei of zo, maar dit? Echt overkopen? Ja. En dat kind was veel te groot voor Snow Champion. Ach, ze had beter op mij kunnen rijden of zo. Huh. Echt zo? Wat een flip, dude. Waarom zou je dat nou weer doen? Meid, zei je nou gewoon dude? Dat is zo cringe. Dude, zei je nou gewoon meid? Dat is zo cringe. Echt, ik vind niet erg hoor. Is er in ieder geval één piep 7F. Nu nog die. Nee, maar dit kunnen we toch niet accepteren? Snow Champion weg? Waarom? Mario, wat vind jij ervan? Je hebt nog helemaal niks gezegd. Geef je niet om Snow Champion of zo? Backstabber. Huh, jij vuil scheidpaard. Wie denk je wel dat je bent, man? Natuurlijk geef ik wel om Snow Champion. En ik mis haar met heel mijn hart. Dus ja, beter hou je je mond, vriend. Beter iemand, broer.
man, wat zit je nou stoer te praten? Dat kan je helemaal niet. Oké, jongens, laten we het even rustig aanpakken. Wat we gaan doen is, we gaan eventjes zometeen wachten tot Emma binnenkomt. Wat waarschijnlijk nog 10 uur gaat duren. En dan gaan we het even navragen, want dit kan natuurlijk echt niet. Kijk eens, Snow Champion. Het is hier toch super mooi. Lekker buiten en super luxe. Kijk, zie je die paddeltjes daar? Wacht, ik laat het je even zien. Kijk, hierin mag jij zometeen even lekker staan. En dan kan je hier lekker chillen met je vriendjes. Ik kan je hier lekker longeren en daar mag je ook gewoon even lekker in rennen. En dit zijn je stallen. Ze zijn super open, dus heb je niet altijd die dichte, muffe stal van Emma. En kijk, daar hebben we Warrior. Maar ik noem altijd Warrior, want ik kan de R echt niet uitspreken. Hé, hey, lieverd, kijk. Je hebt een nieuw buurmeisje. Ja, leuk. Zo, ga jij maar lekker praten met Warrior. En Warrior, ik geef jou nog even wat voer. Want zo te zien is je hooi bijna op. Kijk, ik kom daar amper bij. Zo groot ben ik niet. Ja, jij hebt het ook lief hoor. Ik ben echt super blij met jou. Raar paard. Maar nu moet ik er weer vandoor. Hopelijk komt mama niet achter of zo. Of als ze het ziet, wordt ze niet boos. Want ze moet het wel een keertje weten. Nou ja. Anyways, doei paardjes. Echt waar. Waarom is Snowchimpje nou weer weg? Waarom zou Emma dat überhaupt doen? Snowchampje verkopen? Dat lijkt me niks voor Emma. Ik vertrouw niks van deze zaak. Aramsamsam, aramsamsam, koele 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 ramsamsam. Mario, ben je nou gewoon aan het zingen? Nou, zing mij, help mij om vast de rest af te komen. Jij bent zo flopping raar. Het zal wel. Hallo paardjes, ik ben hier even om jullie eten. Waar is Snowchampion? Die is vast weer zeker ontsnapt. Nee, Emma, je had haar ver... Oh, jullie gaan haar zeker verdedigen? Ik heb echt geen tijd om dat nu aan te horen. Ik moet er vandoor. Ik ga haar zoeken. Doei! Wat? Maar... Geen zorgen, Loffert. Het is al te laat. Snow Champion zal voor eeuwig en altijd weg zijn. Oh, 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 oh. Zo, wat een gegil allemaal daar. Weet je wat? Ik heb pas een goed idee. Ik denk dat ik Apple Pie mee ga nemen op mijn onderzoek. Die is super snel en die had even wat rust nodig van die paarden. Net als ik op dit moment. Hey Emma. Oh, hey Steve. Je ziet er een beetje gestrest uit. Wat is er aan de hand? Mijn pony is weer ontsnapt. Ah, laat me raden. Snow Champion. Yep, altijd die hè. Ik vraag me af waar ze nu weer is. Hopelijk niet in het dino-vallei weer of zo. Nee, inderdaad. Hey Apple Pie, ik ben er. Oh, hallo Emma. Ik had jou hier niet verwacht. Nee, dat snap ik wel. Ja, dat is waar. Snow Champion was wel eens vaker ontsnapt naar de dino-vallei bijvoorbeeld. Kijk maar, hier is nog een klein stukje van dat filmpje. En ze was ook een keer heel stout met de andere Jorvik pony over heel Jorvik heen gaan rennen. Want rare paardjes zijn het ook. En ze is zelfs een keer samen met Mario ontsnapt. Maar genoeg geklest. Verder naar het verhaal. Snow Champion is weer ontsnapt, dus we moeten haar gaan zoeken. Ik maak me best wel veel zorgen. Oh, dat snap ik. Ik ga wel mee. Gelukkig ben ik super snel. Ja, dat klopt. Maar bevalt het een Maar bevalt het een beetje? Zo eventjes weg van al die drukte. Oh ja, het is geweldig. Even een beetje rust aan mijn hoofd. Dat kan ik eigenlijk ook wel gebruiken. Ja, dat snap ik wel. Nou, kom mee. Ik denk dat ik je even ga inrijden in die ronde bak daar. En daarna kunnen we wel meteen door naar, weet ik veel, in Ragelop of zo. En dan kunnen we zoeken. Oké, is goed. Is je conditie nog goed? Ja, weet je, jouw vriendinnen trainen mij altijd nog steeds, hè. Het is niet meer super intensief, maar ik heb wel een super goede conditie daardoor. Oh, dat is fijn. Juist. Wauw, je loopt nog steeds even mooi. Dank je. Maar je galop is wel naar achter gegaan, hoor. Maar hopelijk vind je dat niet erg. Nee, tuurlijk niet. Kan je nog springen? Oh, ja zeker. Oké. Kom, dan gaan we eerst met Mornat of zo kijken. Ik word wel een beetje groot voor jou, hè? Ja, zeker. Maar ik kan het nog aan. Snow Champion. Snow Champion, waar is ze nou toch? Wacht, misschien is ze in het kasteel. Daar is een keer met Mario in geweest. Wacht, serieus? Zijn ze daar eens heen geweest? Misschien. Oh, hier gaat ze echt voor boeten. Wat? Nee, laat maar. Grapje, tuurlijk niet.
Wauw, jammer dat je alleen maar de onderkant van dit kasteel kan zien en niet de bovenkant en zo. Het lijkt me mooi. Ja, maar volgens mij woont er helemaal niemand op dit moment. Het is hier altijd zo leeg. Ja, dat klopt. Oké, hier zijn ze dus in ieder geval niet. En oh nee. Sorry hoor, maar die schilderij vindt iedereen toch eng. Kom, we gaan. Een paar uur waren voorbij gegaan. Snowchampje vond het helemaal niet leuk in haar nieuwe stal. Maar ja, ze wist helemaal niet wat ze nu nog moest doen. En het vlies naast haar wou ook eerst nog helemaal niet praten. Die was haast een beetje jaloers op Snowchampje. Hey Snowchampje, ik ben er weer. En we gaan een lekkere buitenrit maken. En ik ga eindelijk met je springen. Ik wil kijken hoe hoog je kan. Zo, kom maar mee. Ik heb even een simpel setje, dus het wordt ook een simpel ritje. Nou ja, Snowchampion is hier niet. Nu toch maar ergens anders kijken? Ja, dat leek mij wel verstandig. Snowchampion! Wacht, we kunnen het aan deze mensen hier vragen. Ik bedoel de paar natuurlijk. Dit is de pension bij. Je kent ze hier toch? Ja, zeker. Hallo Starlight! Oh, hallo! Hallo Brownie! Hallo! Hebben jullie misschien een kleine Shetlander pony gezien? Ze heeft een witte vacht en is super irritant. Hey, maar is dat daar Snowchampje niet? Huh? Nee, dat kan haar niet zijn. Ik bedoel, ze heeft geen andere ruiter of zo en dat is helemaal niet mijn zusje. Mijn zusje heeft geen rood haar. Het is gewoon geen Snowchampje. Ik herken haar uit duizenden. Ik vind haar wel op Snowchampje lijken, maar Emma, jij weet het natuurlijk het beste. Nee joh, Snowchampje is gewoon ontsnapt. Daar kan echt niet iemand anders op rijden nu. Ik ga wel even verder zoeken. Oké, is goed. Bedankt hè, meiden. Geen probleem, Apple Pie. Oh, hopelijk is Snowchampion hier in Moorland. Hey, ik ga het aan haar vragen. Hallo. Oh, hallo. Heb je misschien een Shetland pony gezien die helemaal alleen, zonder tuig of iets, zonder iemand, ook rond zit te dwalen? Ja, nee, sorry. Je bent wel helemaal in de kerstmoed, hè? Halloween was echt een paar dagen geleden. Ja, nou en? Dat maakt niet uit. I love Christmas. Oké, wat een flip. Is goed. Hallo, heb jij misschien een witte pony gezien? Een Shetlander-achtig? Ja, die heb ik wel gezien. Volgens mij is die in Loretta's bak, maar ik weet niet zeker of dat degene is die je bedoelt. Oh, misschien is dat Snowchampion wel. Ik weet niet wat Snowchampion in Moorland de bak zou moeten doen, maar ja, het kan allemaal. Oh, kijk, er zijn allemaal hindernissen. Hey, is dat misschien de pony die ze bedoelen? Ach nee joh, dat is dat meisje weer. Dat is Snowchampion niet. Die zou nooit zo hoog kunnen springen. Die heeft echt al super lang niet meer gereden, behalve door mijn zusje. Emma! Oh, ze weet wel mijn naam. Oh wacht, ik heb een naamkaartje op. Denk dat ik dan maar weer verder ga zoeken. Nou ja, weet je wat? Ik geef het wel gewoon op. Snowchampion komt vanzelf wel thuis. Als ze niet voor morgen thuis is, dan ga ik me echt zorgen maken. Maar nu... Maakt niet uit. Ik laat haar wel gewoon haar eigen avontuurtje beleven. En zodra ze terug is, zit ze flink in het probleem. Zo. Hallo paardjes. Apple Pie komt weer in de stal staan. Alleen, ik heb helaas... wat is dat? Anyways, ik heb helaas Snowchampje niet gevonden. Weet echt... Ik snap echt niet waar ze kan zijn. Ik bedoel, ik heb half Jorvik afgezocht. Ja, Emma, dat komt omdat jij hebt... Danger Force, nu mag je echt niet de schuld bij mij gaan leggen. Daar heb ik echt geen zin in. Waarom staan jullie allemaal bij elkaar in het stal, jongen? Zijn jullie verliefd of zo? Nee, maar in luisteren, Emma. Ginger, ik heb echt geen zin in dat jij nu ook gaat verdedigen. Normaal sta je altijd aan mijn kant. Schijnbaar geven jullie niks om Snowchampion en willen jullie haar alleen maar verdedigen. Ik ben er klaar mee. Doei! Nou, waarom wil ze nou niet luisteren? Als ze nou gewoon luistert, is alles oké. Maar nee hoor, Emma is er eigenwijs en wil niet luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Jongen, jongen, en wat de flip, man. Waarom zijn er twee geestpaarden opgepoept? Jongen, jongen, jongen. Ik zei, halt. Als jullie nu niet stoppen, dan ga ik jullie... Hey, wat doet hij nou? Hij gaat gewoon door de heen lopen. Hoi. Even normaal, man. Ik kan er doorheen. Ik ben alsnog een robot van planeet Earth. En jullie zouden moeten uitkijken. Nak, nak. Hé, waar gaan jullie heen? Ik wil ook naar het voerhok. Hoe kunnen jullie daar wel in? Niet eerlijk.
Even kijken, wat is er vandaag? Is hier nog iets? Holy chips. Oké, nee, daar is niks te zien. Zo. Het zijn alleen maar pompoenen. Maar ik lust geen pompoen. Ginger, lust jij pompoen? Is het omdat ik rood haar heb? Nee, tuurlijk niet. Ja. Waarom heeft Emma mij nou weer teruggezet? Ik krijg nu al hoofdpijn. Weet je wat? Ik ga zelf wel naar de pensioenstallen toe. En als ze vraagt waar ik ben, zeg maar dat ik in de wei ben van een pensioenpaarden. Daar is tenminste iets leuks te doen. En Crystal Cake is nog wel de ergste van allemaal. Nou ja, het zal wel. Ik ga nu weer bij mijn besties. Hey girlies, ik ben er weer. Oh, wat gezellig. We hadden het net over jou, over hoe je op zoek was naar een oud stalgenoot van jou. Ze is geen oud stalgenoot. Ze hoort nog steeds bij ons. Ze is gewoon vermist. Oh, wat erg. Ja. Weet je wat? Ik ga je wel aan mijn mama laten zien. En dan laat ik wel zien dat ik je zelf heb gekocht. Maar eerst moet je eventjes een beetje aan het werk. Geen zorgen hoor, Snowchampion. Deze renbaan hoef je nog niet helemaal af te rennen. Daar heb je nog een betere conditie voor nodig. Au, mijn rug. Je bent veel te zwaar en veel te groot. Zo, kijk eens, lieve Snowchampion. Ik heb even wat sprongetjes opgezet. En als het heel goed gaat, gaan we dit sprongetje proberen. Ja, sprongetje. Hij is best wel hoog. Laten we rustig beginnen. Oh nee, gaan we een heel springparcours doen? Hier overheen. Wauw, je springt goed, man. Kom op, deze is heel laag. Goed zo. Je kan hem zelfs in draf doen. Auw! Auw! Auw, mijn benen. Je bent veel te zwaar. Goed hoor, Snow Champion. Juist. Ik denk dat we deze superhoge wel eens kunnen proberen. Wat? Nee, geintje. Laten we eerst beginnen met de rode. Oh, dat kan ik wel. Mijn rug. Ik krijg nog een doorgezakte rug zonder dat ik überhaupt door de veulen heb gekregen. Doe je nou. Kom, nu gaan we over de regenboog. Nee. Snow Champion. Moet ik hier echt een zweep mee pakken? Nee! Wat doe jij vervelend? Wat ben je een vervelende Shetlander? 1, 2, 3. Goed zo! Wat doe je nou? Auw! Hé, waarom ga je nou liggen? Oh nee! Je benen, ze zijn hartstikke stijf. Het zal wel. We hebben genoeg gesprongen voor vandaag. Ik wil je alleen nog even aan mama laten zien. Nou, dat deed super veel pijn. Oh, en jongens, even voor de duidelijkheid voor het verhaal. Kira kan Snowchampion dus niet verstaan. Dus ja, jullie kunnen Snowchampion eigenlijk wel verstaan. Dus jullie zijn eigenlijk net zo bijzonder als Emma. Een van de hoofdrolspelers. Hey mam, kijk. Ik heb deze pony gekocht. Ach, lieverd. Ben je niet veel te groot voor dat arme beest? Mam, wees nou even blij. Ik heb eindelijk wat ik wil na al die jaren. Dan ga je zo doen. Ach, laat ook maar. Zo'n jongen. Schat, ik wil gewoon het beste voor dat ponnetje en je bent echt te groot. Helemaal niet. Kom, Snow Champion. Laatste sprong. Goed zo. Nou, en we zijn eindelijk bij de stal gekomen. Ik snap niet waarom mijn moeder gewoon niet blij voor mij kan zijn. Het is toch super leuk dat ik eindelijk een paard heb. Ja, nou niet als je zo'n kleintje hebt. Sorry, nou. Zo, braaf. Nu ga ik er wel echt even vandoor. Doei, lieve Snow Champion. Doei, Snow Champion. Oh, natuurlijk. Warrior, je bent er natuurlijk ook nog rustig. Ik ga morgen op jou rijden, oké? Okay? Je verdient een vakantie. Na al die dagen. Doei. Doei. Ach, arme Warrior. Nou ja, het zal wel. Auw, ik heb zoveel last van mijn beentjes. Hey, Snow Champion was het toch? Oh, je wil eindelijk kletsen. Wacht, ik kom er bijna niet bovenuit. Ja, kleintje. Hey, maar wat is er nou? Wat vind je nou zo erg? Ze geeft jou letterlijk alle aandacht die ik altijd al wil. Nou, kijk, het zit zo. En zo legt de Snow Champion het hele verhaal uit. Van haar leuke stal, van de aspaarden konden praten waar ze allemaal vriendjes had. Haar beste vriendje Mario. En Emma, en over hoe ze nu was verkocht. Ze snapt nog steeds niet hoe Emma zoiets kon doen. Ze kon het haast niet geloven, maar ze had het dus schijnbaar toch gedaan. En, maar... Wacht, sorry.
Dus wat jij wil zeggen is, Emma reed nooit op jou? Nee, want ze was veel te groot. En die Kira van jullie is ook veel te groot. En nu heb ik superveel last van mijn benen en van mijn rug. Eigenlijk van mijn hele lichaam. Oh, ja. Dat is inderdaad heel vervelend. Ik gun dat natuurlijk helemaal niemand. Ik vind het ook niet leuk dat ze de hele tijd op jou rijdt en niet meer op mij. Nou ja, het zal wel. Wat kunnen we eraan doen, hè? Misschien kan je me helpen ontsnappen. Maar ik weet de weg niet. Ik ben hier nog nooit geweest. Hey, nu je het zo zegt, dat kunnen we inderdaad doen. Maar jongens, het is geen tijd om te ruzien. Het is tijd om eventjes goed allemaal een liedje te zingen voor Snow Champion. Waarom een liedje? Wat een flip, man. Echt zo, sorry hoor, maar wat gaat dat nou weer helpen? Dat het jou helpt is letterlijk alleen maar voor jou. De rest, het boeit niemand. Oké, I guess. Potjan, dikke me! Ik kan nog steeds niet goed tolten! Iemand broeien klinkt als een schaap. Ah, je bent zelf een schaap! Oh, wat nou een zo? Ik heb al heel lang niet meer tegen jou gepraat. Ga uit mijn stal. Oh, sorry. Ginger! Oh nee, daar gaan we weer. Hè? Ginger, je bent mijn allerbeste vriend. Mijn beste vriend. Ja, gaan we weer met mijn stal. Ja. Je bent net zo saai als Snow Angel. Hallo. Weet je wel hoe cool ik ben? Ik ben namelijk een robot van Planet Earth. Mak. Nou, dan ga ik weer in mijn flipping stall. Word je echt helemaal panisch van, jongens. Ja. Mak, waar is Snow Champion wel? Arme Snow Champion. Ach, Crystal Cake, kom maar bij mij. Oké, Crazy Dancer. Jij bent wel mijn beste vriendje, toch? Ja hoor, alleen is je hoofd heel groot. Oké. Nou, ik wil elke knuffel. Ja. Ik voel me ook verdrietig omdat Snow Champion weg is. Bowie, ik kom jouw stel even joinen. Oké. Ja. Jongens, ik ga ook wel op onderzoek uit. Wow. Nee, Kuisternedel, dat doet Emma al. En we weten allemaal, als jij op onderzoek uitgaat, duurt het een week en dan is Snowchampje waarschijnlijk al lang terug. Jullie vinden het nooit goed als ik uit de stal ga. Ik wil ook een keer een avontuur beleven. Nou, vroeger was jij het favoriete paard van Emma. Wees daar maar eens blij mee. Je was letterlijk het clubpaard van elk clubpaard Caramel Dream, niet te zeuren. Waar woon je? Ik woon bij Steve's boerderij. Bij Steve en het leuke kleurrijke dorp. Oh, maar dat is niet zo heel ver vandaan. Ik weet de weg wel. Echt waar? Kan je me helpen? Ja, tuurlijk. Dan heb ik weer alle aandacht. En dan rijdt zij niet meer op de kleine pony. Ja, maar stap 1 hier is uit zien te komen. Inderdaad. Ja, maak je geen zorgen. Ik weet daar wel wat op. Kijk, zie je de klink daar? Soort van? Die moet je naar beneden drukken en dan ga je gewoon uit. Maar daar ben ik veel te klein voor. Oké, ik doe die van jou wel. Snel, voordat iemand ons ziet. Ja, maak geen zorgen. Yes, zijn eruit. Kom snel, we gaan. Oké. Volg mij maar. Hou je me nog bij? Ik ben de snelste pony van stal. Ja, dat gaan we wel even zien. Nou, ik haal je anders nu al bijna in. Ik ga toch ook niet op mijn hardst? Hé, wacht even. Niet zo snel. Kom maar deze kant op, kleintje. Oké. Zo klein ben ik trouwens niet. Nou, maar waarom heb je eigenlijk zo'n piepstem? Ben je heel jong? Nee, ik ben gewoon normaal leeftijd. Maar mijn stembanden groeien niet. Waardoor iedereen denkt dat ik een baby ben. Je gedraagt je ook wel een beetje als een baby. Ik ben anders veel sneller dan jou. Ja, ik hou me nog maar in. Hé, niet zo hard. Mijn benen doen gewoon nog pijn, een beetje. Anders had ik je snel ingehaald. Oké dan. Hé, ik zie daar het eerste rode huisje al. En nou is het kasteel en de boerderij. Ja, het is helemaal niet zo ver vandaan. We zijn er bijna. We zijn er.
de boerderij! Ja! Kom je ook binnen? Dan kan ik je voorstellen aan mijn vriendjes waar ik je over heb verteld. Ja, lijkt me gezellig. Ze vinden me toch niet vervelend of zo? Maar natuurlijk niet. En als ze het wel vinden, ga ik ze allemaal in elkaar slaan. Oké. Let's go! Ik ben weer thuis! Mario! Oh, Snowchampion. Ik heb je zo erg gemist. Ik jou ook. Hey, en wie de flip mag jij dan wel niet zijn? Ga weg uit mijn stal, hoor je me? Oh, rustig, rustig. Ik ben hier echt niet om problemen te veroorzaken. Ja. Dat zeggen ze allemaal. Ik vertrouw geen enkel nieuw paard meer hier in de stallen. Lovefriend, take a chill pill. Hij heeft me gered, hoor. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik terug kon. Niet zo gemeen doen. Oh, sorry. Je naam? Warrior. Ah, hallo Warrior. Ja, leuke naam. Het spijt me voor mijn agressiviteit. Laten we zeggen, de laatste paar paarden die hier lang zijn gekomen waren niet echt al te plassant. Ja, dat geloof ik wel. Voornamelijk hengsten zeker, ruinen. Yep. Maar bedankt dat je Snowchampion terug hebt gebracht. Ze is echt een van de belangrijkste paarden in deze kudde. Is dit een kudde? Wat vet. Ja, maar we rennen niet rond over de velden. We staan altijd stil in de stal en na 5 uur gaan we van 5 tot 12, 12 uur in de middag, gaan we lekker buiten staan. En dat is superleuk. Wil je nog mijn andere besties zien? Kijk, dit is deze dragon, dus Chip Cookie. Oh nee, dat is echt niet nodig, Snow Champion. Ik moet ook nog naar mijn eigen stad terug, voordat Kira merkt dat ik weg ben, weet je. Oh ja, oké. Doei. Doeg. Hallo Bert, wow. Holy chips, ik schrok me helemaal de pleurs. En wie mag jij dan wel niet zijn? Oh chips, wat moet ik doen? Geen zorgen, ik kan je verstaan. Je zei net, oh chips, wat moet ik doen? Oh, dat is nieuw. Ja, dat zeggen de meesten, maar maak je geen zorgen. Oh Snowchampje, daar was je. Ik heb je overal gezocht, ik maakte me zorgen. Ja, nou, dat is niet mijn schat. Jij hebt me gewoon verkocht. Inderdaad, hoe kan je zo'n belangrijke pony verkopen, man? Wat? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Snowchampje, je weet toch dat ik je nooit zou verkopen? Je bent een van de hoofdrolspelers in mijn geweldige kudde met stal. Dat zou ik nooit doen. Je bent een van mijn favorieten. Nou, wat zijn wij dan? Jullie zijn allemaal mijn favorieten. Daarom zou ik jullie nooit wegdoen. Maar hoe ben je nou weer teruggekomen? Je weet de weg helemaal niet. Waar was je überhaupt? Ze was bij de renbaan. En ik heb haar geholpen om terug te komen. Ik wist de weg vanaf daar naar hier. Oh, dankjewel. Ik heb je naam nog niet meer gekregen. Warrior. Oh, de soldaat. Nou, dat ben je zeker. Dankjewel. Maar waarom ging je nou terug? Nou, ik vond het helemaal niet leuk daar. Want ja, nou eerst zou Warrior helemaal niet tegen me praten. En dat meisje ging deed het om me rijden en springen. En ze was veel te groot en het deed pijn aan mijn rug. Och, moet je kijken. Je benen zijn ook helemaal opgezwollen. En je rug? Wacht, doet het pijn? Auw! Ja dus, ik ga dit even laten nakijken. Maak je geen zorgen. Maar hoe heet dat meisje? Dan kan ik even aangifte doen bij de politie. Kier! Nee, niet zeggen. Straks mag ze mij niet meer houden. Ik wil wel bij haar blijven. Ze houdt van mij en ik hou van haar. Geen zorgen. Maar ik moet aangifte doen van diefstal. Waardoor ze dit niet weer doet. En waarschijnlijk krijgt ze gewoon een hele hoge boete. En mocht ze even in de gevangenis komen, kan je altijd eventjes bij ons blijven, oké? Oké dan. Prima. Maar ik moet snel terug, want straks heeft Kira doordat ik weg ben. Hey, joe hè? Doei, en nog bedankt hè? Geen probleem. Yo. Yo. Wauw, dat was me nog eens een avontuur. Wacht, ik haal even dit halster van je af. Zo, Snow Champion, kom jij mij weer even mee naar je stal? Zo, dan ga ik ook even de politie bellen. In de kantine natuurlijk. En zo belde Emma de politie. En ze had aangifte gedaan voor diefstal. En wat ze allemaal had gedaan. Maar niet alleen maar voor diefstal, ook meteen voor dierenmishandeling. Want ja, je kan natuurlijk echt niet op een pony rijden die veel te klein voor je is. En nou helemaal niet als je uiteindelijk door zijn benen zakt. Dan weet je echt dat je veel te ver gaat. Natuurlijk heb je wel paarden die gaan liggen wanneer ze geen zin meer hebben in rijden. Die kennen we allemaal. Maar zodra die echt door zijn benen zakt, dan is het echt gewoon een noodkreet. Nee, wat een saaie poepstal weer. Ik moet zeggen, de stallen bij de renbaan waren niet al te slecht.
Oh, it's Sammy! Mario! En ik ben super blij dat je terug bent!